Hier van de spelers, die hebben er een bezwaar tegen dat ze gefilmd worden met een telefoon. En dat begrijp ik ook wel. Dus ik wil jullie verzoeken om dat niet te doen. De voorstelling wordt gefilmd door de docent. En dan wens ik jullie vanaf deze plek alvast een hele leuke uur. Ja, hartelijk welkom. Ik ben Kerol. Ik heb een groep dansers begeleid, gecoacht. En die gaan straks wat laten zien. Dat is Klaas. Die heeft een groep spelacteurs en actrices begeleid. En Nelen heeft de zangers begeleid. Jullie zitten hier in een echt theater. Hier gebeuren heel veel voorstellingen. Hele prachtige, mooie voorstellingen. Met zang, dans, spel, met allerlei culturen die hier spelen en komen kijken. Het is heel bijzonder dat je hier kan zijn. En het is heel bijzonder dat jullie medeleerlingen voor jullie een voorstelling gaan houden. Dat is niet makkelijk. Ja, ze hebben daar heel hard voor gewerkt. En we willen dan ook graag vragen, inderdaad zoals Klaas zei, een echt theater, om het niet te filmen. Want in elk theater waar je komt, wordt altijd gevraagd, wil je telefoon uitzetten? Er was een tijd dat ik me niet veilig voelde op school. Ik voelde me verdrietig, leeg, zeg maar hol. Reden, er waren een paar kinderen die mij pesten. Hoe kunnen mensen elkaar toch zo kwetsen? Ze treiterden mij, zeiden dingen over mij. Niks was er goed aan mij, ook dat zeiden zij. Ik durfde bijna niet meer naar school te komen en begon over mijn toekomst te dromen. Hier op deze school voel ik me wel op mijn plek. Aan inspiratie, stimulatie en passie geen gebrek. De zogenaamde naweeën, daar heb ik nog wel last van. Voelde me echt ziek, maar weet nu dat ik het kan. Al durf ik het nog niet altijd te laten zien, bang dat ik het fout doe, is dat het misschien. Maar ik zal dit alles overwinnen en mijn eigen restaurant beginnen. Dan kunnen ook mijn pesters eens zien hoe goed ik het doe en hoe ik het verdien. Thank you.
steen te benen. Pesten doet alleen maar pijn, of willen de pesters gewoon stoerder zijn? Ze slaan voor de lol iemand in elkaar, overal vrede was het maar waar. Doe eens aardig tegen iedereen, doe eens niet gewoon. Doe eens niet tegen elkaar, overal vrede was het maar waar. Oh.
Sometimes you just have to remind yourself that I'll be okay. Maybe not now, maybe not tomorrow, but one day. Say it enough so that one day you actually believe in it. Remind yourself that things will change. It changed for a reason. You just have to believe in it. It's going to be hard and you will be lonely, but just hold on, because most counselors say that tomorrow won't be the best day of your life. When she's okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and make my mind.